we zijn bezig nog steeds met het brengen van onze programma naar de boord van IMF. En om dat te kunnen doen hadden we wat men noemt assurance letters van China en India nodig. Die letters houden in dat het brieven zijn waarin China en India aangeven dat ze zich conformeren aan de parameters van het herstructureringsprogramma. China en India hebben die brieven afgegeven, dus daar zijn wij content mee. Alleen zeggen China en India, wij hebben voldoende assurance verstrekt in brieven en die brieven hebben wij. Alleen zegt IMF, ja, maar die brieven moesten een beetje anders geschreven worden. En dan vertaal ik het heel eenvoudig hoor, waarin IMF zegt, in die brieven moesten heel concrete parameters, dat China en India zeggen we akkoord met de parameters van het programma. En China en India zeggen wij gaan ondersteunen het herstructureringsprogramma. En daar ligt nou precies het verschil. Gisteravond heb ik samen met collega Ramdin een overlegmoment gehad met de tweede persoon binnen IMF. Dat is de First Deputy Managing Director, de heer Okamoto. En dat gesprek is hoopgevend en zij moeten nog wat zaken uitvoeren. En dan hopen we dat het programma snel naar de boord gaat, zodat wij ons werk kunnen vervolgen in alle rust. En dat we dit dossier ook succesvol kunnen afsluiten. Ik moet zeggen, de heer Okamoto is erg supportive geweest in het gesprek gisteren. En zal meewerken om hier een oplossing voor te brengen. En dat brengt hoop voor ons ook. Maar het is nog steeds niet bij de boord. Nee, dus wij verwachten, we hebben hem ook gevraagd binnen hoeveel tijd dit programma naar de boord kan gaan. Zijn antwoord was dat we verwachten binnen een week het probleem met China en India opgelost te hebben. En dan worden de stukken naar de boord gestuurd. En dan heeft de boord 1 tot 2 weken de tijd om de stukken te bestuderen. Maar iedereen bij IMF is bekend met het programma. Dus ik verwacht dat het niet 2 weken zal worden, maar misschien iets korter.